Dit weekend is de eerste editie van de Brabant Open in Tilburg. Ja, de Brabant Open is een wedstrijd, een best wel oud concept al, ooit verzonnen door Simon uit Eindhoven. We hebben een nieuw leven ingeblazen. Het is bij de vier grootste skateparken in Brabant. Elke zondag van april, behalve de paaszondag. 2 april Tilburg, Ladybird Skatepark. 9 april Eindhoven, 16 april Helmond. Kun je zelf gaan filmen op de spot. 30 april P15, Breda natuurlijk. En 30 april sluiten we af in Den Bosch in het World Skate Center. Best wel interessant, €2800 aan prijzengeld te verdienen. En dat telt bij elkaar op. Dus je kunt alle wedstrijden meedoen, hoeft niet per se. En degene met de meeste punten van de opgetelde wedstrijden krijgt ook nog eens extra geld. We hebben naast de Brabant Open ook een expo. Brabant Home of Skateboarding, geschoten door verschillende fotografen in Nederland. Van skatespots of parken in Brabant. Die kun je zien tijdens alle wedstrijden van de Brabant Open. Maar hij zal ook door het jaar reizen door Brabant. Hou Flatspot in de gaten voor de data. Voor de expo hebben we ook een magazine uitgebracht. Ook Home of Skateboarding. Hij gaat erover, over de historie van skateboarden in Brabant. We laten echt levende legendes aan het woord. Aan de hand van Dorsen, Jeroen Sars onder andere. Hoe zij de afgelopen jaren het skateboarden hebben ervaren en zien ontwikkelen in Brabant. En krijg je gewoon mee, gratis, als je komt kijken bij de expo of bij de Brabant Open. Nou, dus ik hoop je te zien tijdens een van de stops, of alle stops, bij de Brabant Open. Lekker biertje drinken, skateboarden kijken en natuurlijk deze expo checken. Hoi.